Velen hebben gestreden. Velen hebben het geprobeerd. Velen hebben gespend. Voor de komst! Hey YouTubers! Ja jongens, ik heb het allemaal gezien. Jullie hebben mij helemaal dood gespend. En ik heb een paar winnaars eruit gekozen. Ja jongens, je weet hoe het gaat. Ik heb weer mijn ogen dicht gedaan en ik heb bam! Zo op iemand geklikt. En diegene die heeft gewonnen. Ja, zo simpel is het eigenlijk, hè. Dus, spannende tromgeroffel. Wil iemand even die sound effect aanzetten? Ja, dankjewel. Oké, we beginnen trouwens bij de shoutout. De winnaar van de shoutout is geworden... Ja, ik weet het zelf niet, even kijken. De Simon Show, dames en heren, hier is de Simon Show. Je kan erop klikken, je kan ernaar... Loopt er nog snor uit mijn neus? Je kan er naar kijken, je kan erop klikken, je kan zeggen... Hey, de Simon Show, je hebt de shoutout gewonnen! Om hem te laten weten, weet je wel, zodat hij weet dat hij het gewonnen heeft. Want misschien kijkt hij eigenlijk nooit mijn filmpjes en heeft hij net toevallig gewonnen. En dan, weet je wel, dan gaat het zo door en dan kijkt hij gewoon door op praten en dan gaat hij het eigenlijk zo. Dus dames en heren, de Simon Show, hij heeft de shoutout gewonnen. Proficiat, congratulations! Maar, jullie zitten natuurlijk te wachten op de winnaar van... Jongens, ik had het niet gedacht, maar jullie zijn zelfs gewoon gek genoeg om te gaan spammen als een weet ik veel wat voor een kont. Nou dames en heren, ik heb gelukkig wel één iemand eruit kunnen kiezen, want ik ben echt helemaal doodgespamd, even zonder grappen. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, ik vond het echt niet grappig. Hier heb ik een... Nee, maar dames en heren, de winnaar van de kont is... 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 Winnaar van de kont is... Nou, het lijkt net alsof ik zeg de winnaar van de kont is. Kont is... De winnaar van de kont is X Little Princess! Hier staat haar Hives account. Ik heb iemand op Hives uitgekozen. Zij is de winnaar. Ik ga contact met jou opnemen. Jij bent deze kont. En ik hoop dat je er heel blij mee bent. En een foto gaat maken. En dan met je kont zo, weet je wel, zo. Ja! En dan moet je hem naar mij toesturen, die foto. En dan komt hij misschien wel in mijn volgende filmpje of zo. Want dan wil ik natuurlijk, vind ik wel grappig. Dat vind ik gewoon... Jullie denken dan vast, wat de f*** zat hij te doen? Ja, dat doe ik altijd als ik even aan het nadenken ben wat ik aan het zeggen wil doen. Dus, snap je? Dat doe ik altijd. Ja, wat? Dat doen ze hier in Limburg. Ga niet met me. Ik ga gewoon weg hoor. En dan sta je hier naar een lege kamer te kijken. Ja, oké, is goed. Oh shit, dat mag helemaal niet op YouTube. Dat zijn eigenlijk een vrouwen. Nee, dames en heren, ik heb hier een zakenman om het even te vertellen. Aangezien ik zelf, ik kan niet meer. Dylan zoekt ook nog een nieuwe intro video. Denk jij een mooie intro video te kunnen maken? Stuur hem dan op naar dit adres. Yes mensen, dat was de Jeroen. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Stuur hem rond, doe je duimpje omhoog, doe alles wat je maar kan bedenken met die video. Doe het nu, ja doe het, ik wacht. Heb je het gedaan? Super. Hey mensen, ik wil jullie bedanken en ik kan ook maar één ding zeggen, dat is... Later!